Dag 5? Ja, dag 5 van de Kooi Hunt 2015 oktober nog steeds. Vandaag echt een veel kwekers bezoeken. De eerste waar we echt gaan selecteren is Konias of Heroi. Deutsche variëteit. Een hele mooie vis gezien. Die gaan we nu kijken of we een mooi bootje kunnen maken. Nou, dit is alvast de eerste drie vissen, waaronder twee hele mooie Deutsche zanken en een Deutsche Kinkitsuri, of Kikutsuri, maar ik denk zelf een Kinkitsuri. En die zie je niet zo vaak. Mooie vis, ruim 45 centimeter. Ik denk een hele grote. Heb je dus een andere? Ja. Dan gaan we niet naar mijn luisteren. Nee. Ja, maar dit is toch degene? Oh, ja, die is ook mooi. Ja. Ja, we hebben vijf. Doei. Vijf geselecteerd. Eén showa, drie zanken en een Deutsch kinky kutsoen. Met een patroon dat nog zeker doorgekomen. Nu al een goede bouw. Ja. 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 Dus dit is de eerste die je op foto mag.
Hoe kan jij nou al sushi hebben? Ik heb net besteld. Ja, hij is niet te houden. Stille wateren, diepe gronden. Ik ben blij met mijn Sapporo. Ja, Sapporo. Is ook correct? Ja, nee. Heb je de reis weg? Dat kan niet zeggen. Maar hij beweegt, hij heeft gewoon een levende kanaal. Ja. En dit is een dependant, zeg maar. Dus de hoofdbus is iets verder. Oké. Okay. Dit is alleen maar een buswagen. Daar zit een prima zitten met sirene. Peter, jongen, die is als een kind zo blij. Mooi, hè? Een stuk huid tussen. Ah, shit! Zat er al? Nee, dit is erin. Zat er? Ja, ja. Hij is erin. Ik durf niet tussen buiten te komen. Mijn voet. Lekker charmant, anders ga ik niet zitten. Nee. Yeah, we were navigation set other way, so. But you got here. Yeah, it was asked. Sobas. Three times. Sobaso? Is that? What? Sobaso? Soboso. 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 New stage plek. Maar dan heb ik jouw auto al gevonden, Peter. Dat je nieuwe stageplek hebt. Ik kon je ambulance. Martin. Oh, oké. Als de t-shirt gaat. Dan moet je dit passen. Hier past alles. Nee, niet passen, want het is vet. Kijk. Mag hem niet openmaken, belediging. Ja? Gewoon een blauw shirt, nee, tuurlijk. Gewoon een blauw shirtje van de CNA. Je had ook neer kunnen zetten. Nee, andersom. Kijk. Hey! Zo lang gelijk hebben we het verhaal al drie keer verteld. Nou, net terug op weg bij Marugiu. We waren om 14:15 daar om eventjes de taxi te regelen richting Tokio voor Peter, Miranda en Aad, want die gaan aan het einde van de week nog een 2-3 dagjes Tokio bezoeken. Dat zou natuurlijk eventjes gebeuren, maar ja, we kregen ook nog de mogelijkheid om naar wat Nissai te kijken, de kleinere Nissai te kijken, maar wel hele goede, heel scherpe. De enige reden waarom die kleiner zijn, is omdat ze dit jaar in de concrete, dus in de binnenvijver hebben gezeten. Waardoor ze, ja, daar krijgen ze minder voer, het filter kan dat niet allemaal aan, dus ja, daar groeien ze niet hard in. Maar het zijn wel heel mooie vissen.
En met onze nieuwe vijver is dat natuurlijk een hele mooie selectie. Zijn we nog in onderhandeling. We hebben hem nog niet gekocht, dus ik kan nog niet iedereen helemaal gelukkig maken. Maar vanaf morgen weet ik of we dat ook daadwerkelijk kunnen kopen. Dat daarnaast. Vandaag hebben we een hele mooie bal bij Konias of Heroi gekocht met Deutsche Sanke en Kinky. Deutsche Kinky Tsuri. Voor de mensen die dat Kinky Tsuri leuk vinden, ik weet dat dat veel zijn. Grijp je kans op. Ja, ik had hem nog niet eerder gezien. Een hele mooie vis, ook met een mooie tekening. Dus dat is ook belangrijk. We zijn natuurlijk naar de brandweer geweest. En tot mijn eigen verbazing vond ik het ook nog wel leuk. Vond ik ook erg grappig hoe enthousiast die gasten zijn en de kinderen erbij. Dat hebben we nog meer gedaan, jongens. Oh, dan hebben we nog wat. Oh, terrazo zijn we al bezig kijken. Beetje oriënteren. Het kooiwinkeltje. De vlaggen waren alweer op. Ja, het gaat helemaal goed. Dus we kijken enorm uit naar morgen, overmorgen. Het wordt nog een heel druk programma. Morgen hebben we een geheime veiling. Daar kan ik je pas morgenavond wat meer over vertellen. Bij wie het was en hoe dat gegaan is. En de dag daarna hebben we, dus de Azucari oogst van de 1. Nee, 2. Azucari 2. Nou, daar zitten allemaal vissen van ons bij. Iedereen die hierbij is, heeft een vis daarin zwemmen. Dus dat is natuurlijk spannend. Dan gaan we oogsten, meten, alles doen. En dat is altijd met avondeten erbij. Dus dat is hartstikke leuk. En dan de dag daarna gaan we alvast de vissen vangen voor Azucari 1. En de reden daarvoor is dat we, als er goede vissen bij zitten, dat we die vissen mee naar de kooi show kunnen nemen. Dus die moeten we wel alvast oogsten, maar die gaan we met groep 2, met de jongens die volgende week komen, gaan we die meten, wegen, fotograferen en alles mee doen. Nou ja, wat is er nog meer beloofd? We gaan naar het stieren vechten. We gaan het stierenvechten, dat is diervriendelijk stierenvechten. Gingen we nou nog meer doen? Nou, het wordt nog heel erg leuk. Oh, en we hebben een verloting. Peter, heb jij degene? Die rijdt. Dus ik weet niet of dat Amsterdam is, maar wat dit is, dus wat hierin zit, ik weet niet of je het goed kan zien, die heeft hem. Dus als je onder dit filmpje, degene die als eerste, en dat gaat onder de Arts & Ends Facebook site, raait wat het is. Raait. Komt ik de hele dag met jou als ik dat. Dus raad. En degene die raadt wat het is, die heeft het gewonnen. Ik zeg één tip. Ga googlen of wat dan ook. En ben benieuwd. Raait het nooit. Hem? Wat? Op het water. Oh. Ja? Die is in het water kan. Dat is wel erg benieuwd. Het is wel zonde dan, hè? Ja. Echt zonde. Maar de toning is lekker. Jij hebt gewoon jongen en even helemaal. Ja. Ik heb een Cardi Cola. Wodka. Wodka is. Wodka. En ik heb Ranja met een rietje. Ik moet nog naar het hotel rijden. Rietje met Ranja. Nee, niet daar. En nog twee zongen. Gaat goed. Jij kan echt met stokjes eten. Ik ben ze kwijt. Ligt er één op de grond, denk ik.